Maris Kahiwatu, penningmeester van het NACS bestuur. Dank u wel. Zo, dan de motor, mooi na Tony. Anders om Astra Hendrik Binderhaag. We zullen nu overgaan tot de lezing. De heer Hertie Binderhagel is oud-burgemeester geweest en prominent CDA'er en hij is klinisch psycholoog. Hij promoveerde maandag op een maandagmiddag aan de Universiteit van Tilburg met een studie naar psychologische achtergronden van VOVO, een ziektebeeld dat verweven is met de Vinti-religie. Cruciaal hierbij is de bestraffing van de mens door geesten. Het ziekteverschijnsel ontstaat door negatief woordbreuk met tussenkomst van geesten en heeft vooral een voedingsbodem in situaties van onderlinge ruzies waarbij verwensingen worden geuit. Aldus de promovendus in de samenvatting van zijn proefschrift. Woordbreuksyndroom, een psycho neuroendrocine benadering van Fiofio programmering. De drukbezochte promotieplechtigheid werd in Holland ook bijgewoond door de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland, mevrouw Chantal Doeki, en door oud-minister heer Swalling, nu hoogleraar in Tilburg. Vanavond bent u allen samen met mij getuigen waar hij het aan ons gaat vertellen. Waar wij samen met hem zullen discussiëren hierover en meer zullen leren. Mag ik uitnodigen, Dr. Hertie Binderhagel. En dan wil ik ook weer uitnodigen mevrouw Sigmund Sapors, voorzitter van NACS. Omdat kost een bidding. Masra Binderhagel, aksiwan spesrutu kari di YouTube, bika awanduwa sani, kap enfasi, emaniri baka, di NACS, kudi afen tak NACS tere novo. En miwan kako ook tu nafesi, Masra Julian Salman. Dames en heren, zojuist is gezegd, moet duwa sani langa. Sigmund Sapors. Maar anno asani, zij je praxeren. Nee, want ze normaal dat je gaat dat ding doen, dan is het dubbelzinnig in Suriname. Dus ik ben er helder in. Mille de fasandati. Als u erbij bent. Dames en heren, laat mij even dit zeggen van Sigmund. Ik heb een groot aantal politieke heftige jaren achter de rug. Ik heb als politicus in diverse functies in Nederland, heb ik natuurlijk de Surinaamse politiek gevolgd. Dat is duidelijk. En ik heb zeer in het bijzonder, heb ik u gevolgd. Ik weet nog in de woelige jaren van Suriname, de grote verantwoordelijkheid die u nam. En ik heb meer als psycholoog naar u gekeken, de rust en de wijsheid waarop u geprobeerd hebt in de onrust die er in onze geschiedenis is geweest, daar lijnen in te kunnen brengen als onderminister op een buitengewoon belangrijke post. Toen ik hier naar Suriname kwam, ik moet u zeggen, ben ik in een warm bad ontvangen door de gemeenschap van NACS. Niet alleen het bestuur, maar al die gezellige mensen hebben we hele leuke dagen meegemaakt. Mijn vrouw is niet jaloers geworden, maar elke dag had ik een van de schoonheden waar we naar een radioprogramma gingen en ik voelde me helemaal thuis. En ik zal straks zeggen dat ik aan de boven af alles wat buiten vrouw, maar ik moet u zeggen, voor deze ene week heb ik er fijn van genoten. Ik heb meegenomen twee exemplaren hier ter plaatse gedrukt door, in Nederland mag je het nooit noemen, maar het is, je kunt het lezen, Leo Victor, zeer toevallig. Ik heb gekeken welke drukker goedkoper was en die was goedkoper. En dat boek wat ik verkocht heb, dat is gewoon 0,0 winst. Ik heb
het bedrag gewoon gedeeld door 250. En ik kwam aan dat bedrag. En ik wilde eigenlijk meer vragen. Ik dacht, nou, dan schenk ik het verschil aan Max. Maar ik ben er te laat mee geweest. Ik heb u al gezegd, 80, dus het blijft zo. Maar ik zal op een andere wijze Max steunen, dat weet u zelf wel. Mag ik u deze twee boeken overhandigen? Ik ben heel eerlijk om te zeggen, u hebt al één gehad. U moet nou niet denken dat u nou drie hebt. Maar deze twee boeken schenk ik aan Max, aan de voorzitter van Max, met het verzoek of ze dat in de bibliotheek van Max wil plaatsen, zodat de Surinamers dat van harte kunnen lezen. Mocht u meerdere exemplaren nodig hebben, dan hoor ik dat wel. Ik vertrek wel donderdag, maar ik heb zoveel relaties ook met de ambassade, dus voordat u denkt, zult u dat hebben. Heel hartelijk bedankt voor warme ontvangst, de prachtige vergadering die we hadden, de indrukwekkende wijze waarop u mij duidelijk hebt gemaakt, het grote werk wat Max doet, en ik kan u zeggen dat is buitengewoon noodzakelijk. Grantanje, Farouk Badadi. En meneer Binderhagen, hoe breed is dat convenio? Grantanje dat. Hoe breed is dat icoon, ja? Grantanje dat. Wat tekaleri, mga sakafasi, mga konifasi, en mga opoede. En adisi, na serio gomorofara, en amandisi, at ma extra boskoku. Van meneer Salman, wat tijdi wansani. Nee, Sami want dat in facility. Sami want dat in facility, brother Hetley. Asana, you know, Basi. Asana, you say you put an anoti de ayetori for no. Now, a father, principalitori. And a givi, a crackti, taki, nana, asabitu, taki, ayetori for no. Uma sansa eguagro mataki uma tapani fufi e tere do asana eguro en atikilisi mosti a ofas fica do seno su gomora para pa pistori kakri.
daarnaast, abu kudisi na winti aankleden, ama kader winti tap na bepaalde fasi, en brada etli lek, wan de maasha usapta ki awa orienteren servit chun somoro dipi ina fasi ina aleri fa pistori sana winti servi tak winti anasoso John Pofu Obia, and also so was he, Matakwa. He is a philosophy that the name Bakar. And for a kiss more of us now, for authority, that one Abraham could say. Thank you. Meneer Saalman, Sigmin, heel hartelijk bedankt voor deze onderscheiding. Is eigenlijk, het is niet zozeer een boek alleen, het is een onderscheiding. Want dit is toch een attribuut wat mij verder in het leven zal brengen. Weer de zoveelste onderscheiding. Ik kreeg al een aantal onderscheidingen van Haar Majesteit de Koningin in Nederland. Waar ik door haar 2 keer ben onderscheiden. De meeste mensen 1 keer. Ik 2 keer als lid in de Orde van Oranje Nassau. Als ridder in de Orde van Oranje Nassau en ook de president toen als, wat heet, officier in de Ereorde van de Palm en nu deze hele concrete wijsheid wat ik meekrijg, Grand Time Dati, hartelijk dank, ik zal het zeer waarderen. Ik hoop dat u zult ontdekken vanavond dat ik één van u ben. Ik heb nooit naast mijn schoenen gelopen. Ik was een jongen die Paramaribo, denk ik nog steeds op heel Suriname, het beste ken. Ik ben hier de jongen geweest die psychologie geleerd heeft op straat, tussen de mensen. Waar ik als 8-jarige begon met werken. Waar ik kranten verkocht, waar ik loten verkocht. Waar ik beledigd werd van, moeten we naar een nonsens zien. Maar waar ik ook degene die nee zei, zei ik altijd, na jakke jakmino, we alot disi, afuru 3000 holo, san miwanjiyo, jeli ben jimi, grand tanje dati. En toen werd er meteen gezegd, no jima lot, me bayan direct. En dat is een van de redenen, dames en heren, waarom ik psychologie ben gaan studeren. Het is niet alleen bij psychologie gebleven. Ik heb een 4-taal academische studies van doctorandus, eigenlijk 4 keer doctorandus gedaan. Omdat ik uit een gezin kom waar ik geleerd heb, je positie moet jij kunnen veranderen door kennis. En ik heb mijn moeder daarin gevolgd. En ik ben ook een van de kinderen waar vader komt, hit en run. En ik heb ervoor gezorgd, samen met moeder die tegelijkertijd vader was, om er iets van het leven te kunnen maken. En ik ben buitengewoon blij met mezelf, maar het meeste blij met al die mensen die mij gemaakt hebben. Die mij gemaakt hebben, niet alleen hier in Suriname, maar die mij vooral gemaakt hebben in Nederland, waar ik prominente functies heb vervuld, waar ik nog in de politiek de baas was om te kunnen bepalen welke Nederlander van Brabant wordt minister in het kabinet. Welke Nederlander uit Brabant stuur ik door om in Europa te kunnen functioneren als politicus. Welke Nederlander of het Suriname of wat dan ook stuur ik door om in de provinciale staten te kunnen functioneren in de politiek. Waar ik in het landelijk bestuur gezeten heb van een hele grote politieke partij. En als u over mij leest, zult u altijd lezen dat niet Nederland mij de grondslag gegeven heeft van denken, maar dat het Suriname is die mij een bagage heeft meegegeven. Een bagage die ik meenam naar Nederland en dat heb ik verder aangevuld in dat land. En vandaag de dag ben ik hier overigens bijzonder blij dat ik nog mensen zie van een gemeente in Nederland waar ik burgemeester ben geweest. Ja, die hebben me zeker ook weer gevolgd. Waarschijnlijk bent u weer overgekomen om ook dit te kunnen meemaken. Al die mensen, hartelijk dank. Ook mensen die ik gekend heb van de basisschool. En meneer Laan, die vergeten is,
dat ik zo'n buurjongen was aan de Klaarhoenstraat. Wij hebben daar samen gewoond. Ik wil u even herinneren dat ik het Liebinderhagen ben. Ik ben u niet vergeten, maar ik was bang dat u mij wel vergeten was. Maar het ouderdom kan soms teweeg brengen dat mensen kunnen vergeten. Dames en heren, al zeg ik het zelf, ik heb een indrukwekkend boek geschreven. En ik heb het niet geschreven voor de eer. Menig een kent mij. Ik heb het gedaan uit overtuiging. En ik heb het gedaan met name omdat ik enerzijds zie hoe de positie is van de mensen in Suriname. Vooral ook de Creoolse bevolking die op zoek is naar houvast, naar religie, naar allerlei vormen. Ik heb veel gezien over Bonumang en Bonouma, wat er allemaal gebeurt. Ik ben geprikkeld om dit thema te behandelen vanuit 30 jaren lang dat ik in Nederland op universiteiten en op hogescholen twee vakken, meerdere vakken, maar twee belangrijke vakken heb gedoseerd. Namelijk het vak van psychopathologie, om te kijken welke psychische problematieken schuilen achter mensen. En de andere studie, of de lessen die ik gegeven heb, is kinder- en jeugdpsychiatrie, waar mensen die in de psychiatrie gaan werken, zorgen dat ze het goede college zouden krijgen. En ik ben altijd gestuurd op diverse ziektebeelden natuurlijk, maar vooral ook ziektebeelden die een culturele en religieuze achtergrond kunnen hebben. En als u dat boek leest, zult u weten dat al zou de medische wetenschap zich buitengewoon gaan ontwikkelen met de meest moderne technologieën die er zijn, en dat is op dit moment in de wereld, zal het toch zo zijn dat ziektes onder mensen, gestuurd vanuit een culturele religieuze hoek, zullen blijven bestaan. En dat zijn ziektes die u eigenlijk zelf ook kunt overwinnen. Een van de prikkels is ook geweest mijn kinderjaren. Ik ben opgevoed in een sfeer van Radio Apinti, niet dat ik reclame maak, maar er was een programma, lees u maar het voorwoord van Jor Katori, Archimang in een foto, Watara, Awaspode, Radio Apinti, Baro Odi. En toen zei moeder altijd, Boy Gosribi. En daar ging ik stiekem wel naar boven, maar onder de dekens, dan had ik zo een kleine radio hadden we. En ik volgde de spannende verhalen van Fidi en noem maar op, zeer beangstigend. Ik ben ook opgevoed in een sfeer van bangmakerij. If you know hoor je me voor, Bubula Sokom en Oteki. En nu ik psycholoog ben geworden en daarin ook ben gepromoveerd, moet ik een boodschap teruggeven aan de wetenschap en aan de samenleving. Dat is ook een van de redenen dat ik binnenkort ook benoemd zal worden tot hoogleraar aan de Universiteit in Tilburg. In elk geval ben ik al benoemd tot promotor. En ik heb ervoor gezorgd dat bij de promotie niet een Nederlander, ik mag het zo niet zeggen, maar een Nederlander van Surinaamse afkomst heb ik bewust zo gezocht dat hij volgend jaar kan promoveren in Nederland bij mij als hoofdpromotor op een studie van de economie in combinatie met onze multiculturele samenleving. En dat zal gebeuren in augustus volgend jaar. Dus daar ben ik ook even komen begeleiden. Mijn eerste promovendus die ik zal hebben. En mijn tweede is een Nederlander die wit is, die psychiater nu is, die ook bij mij zal komen promoveren. En ik ben blij dat ik toch met deze leeftijd dat nog kan doen. Dat is even een kleine inleiding om kennis met u te maken. Er is door mevrouw Pengel zojuist op hele indrukwekkende wijze geciteerd uit het proefschrift. En ze heeft geciteerd van die verwensingen en de goden en de geesten en als bestraffing dat mensen ziek kunnen worden. Eén zin is ze vergeten, dat is de zin, dat is wat mensen denken die veel vuur hebben. Misschien is het provocerend, maar het is zo niet bedoeld. Aan het begin van deze lezing wil ik u duidelijk maken dat als u straks, niet straks, maar veel later naar huis gaat, dat u vreugdevol naar huis kunt vertrekken. Want u zult vertrekken met het gevoel van Anno den Gado, het zijn niet de goden, Anno den Jorka, het zijn niet de geesten,
die als bestraffing mensen ziek maken en dat je verfuur krijgt. Maar dat zijn hele andere zaken die een rol spelen bij het ziekteverschijnsel. Ik zeg van tevoren, dat wil niet zeggen, dat denken sommige mensen, dat ik ineens tegen de wasie ben en dat het afgeschaft moet worden. En dat ik tegen de bonoman en de bonoema ben, dat heeft niets daarmee te maken. Ik heb in een van mijn studies van als psychotherapeut heb ik diverse congressen gevolgd, ook congressen in de Verenigde Staten. En ik heb geleerd van, ik denk de meest legendarische psychiater ter wereld, heb ik in Phoenix, toch ben ik een psychiater tegengekomen, Milton Erickson, die ons geleerd heeft van als psychotherapeut in jouw praktijk, als je een patiënt hebt, moet je gebruiken wat je ziet bij de patiënt. Nou, dat heb ik vele malen toegepast. Ik geef u slechts twee kleine voorbeelden. Om te kunnen inzien dat u meer in de sfeer komt, hoe ziekteverschijnselen ook kunnen werken. Ik herinner mij een hele mooie, knappe Hollandse vrouw, Nederlandse vrouw. En die is door haar huisarts naar onze praktijk verwezen. En om het maar te zeggen, het ziektebeeld wat zij dachten te hebben, zei ze tegen mij, nou, ze was een beetje gedemotiveerd. En ze zei tegen mij, nou, ik ga er kapot aan, want ik heb een kromme neus. Nou, om het maar zoals mannen het zeggen in de kroeg, het was een bloedmooie meid. Zoals de mannen het zeggen, niet zoals ik het zeg, maar zoals de mannen het zeggen in de kroeg. En ik zei tegen die hele mooie dame, die vindt dat ze een kromme neus heeft, zei ik, ja, natuurlijk mevrouw, dat kan ik zien. En die vrouw veerde op en die zei, zie je wel, u bent eindelijk de persoon die ik als dokter gevonden heb. U weet hoe of het werkt. Al die andere psychiaters en psychologen, waardeloos. Ik heb een kromme neus en ze zien het niet eens. En het tweede voorbeeld is een voorbeeld van een Hindoestaanse vrouw die in de praktijk kwam. En die kwam met het ziektebeeld dat ze zei, meneer, ik weet niet hoe ik het aan u moet zeggen, maar met Timmy, ik stink. En ik doe net als een papito, en mijn chef was aan, ik schaam me rot dat ik dat gevoel heb. Toen zei ik aan die Hindoestaanse vrouw, maar mevrouw, u zat toch in de wachtkamer, u zag toch dat ik even naar de secretaresse ben geweest. En aan de secretaresse heb ik gevraagd, zei Timmy zo, wat stinkt er zo? Dus ik heb het allang geroken en toen kon je met de therapie beginnen. Om u een voorbeeld te kunnen geven dat culturele en datgene wat je denkt, dat maakt mensen ziek. Maar laten we het houden vanavond op Fio-Fio, waarvan ik u zeg, en dat zal ik ook bewijzen, dat Fio-Fio niets te maken heeft met de bestraffing van goden en geesten. En ik heb ook aandacht besteed, maar dat zal ik nu niet behandelen, datgene wat er gebeurt met een opvoeding in Suriname, waarbij kinderen enorm bang gemaakt worden. Nou, u weet wel, mensen die in het onderwijs zitten, dat kinderen, hoe jonger ze zijn, hoe meer ze beïnvloedbaar zijn voor allerlei suggesties. Als je een verhaal vertelt aan hele jonge kinderen over de tijger in het bos en de slang die daar aan het kruipen is, dan zien jonge kinderen inderdaad die tijger en dan zijn ze er ook bang voor. Wow. Omdat dat het eidetisch beeld is, jonge kinderen hebben een fantastische voorstellingsvermogen. Maar wanneer we aanhoudend in die opvoeding beangstigend met onze kinderen omgaan, dan is het logisch. Ik heb Suriname toen uitgebreid, dat weet de heer Pocconi wel, vanuit de universiteit aangegeven dat het niet zo is dat alleen maar de pandits en alleen maar de bonomangen, dat alleen maar de predikant of wie dan ook zo naar het probleem moeten kijken. Maar ik heb gewezen op hoe jonge kinderen zo in hun fantasie zijn dat het heel normaal is
dat ze in trance kunnen gaan. Want trance heeft niets te maken met weldoen. Trance is geconcentreerde aandacht, zodanig dat je weer al die dingen van vroeger en al die verhalen weer in beelden kan omzetten. Maar dat is niet het thema van vanavond. U kunt het alleen maar in het boek lezen. Dan weet u dat als uw kind in trance bent, wat u moet doen. Dan zijn ook enige adviezen daarover gegeven. Wij hebben gekeken van wat is er aan de hand als mensen fio-fio hebben. Laat mij eerst aan u zeggen dat fio-fio verbonden is met wat men noemt de Winti-religie. Dat is een religie afkomstig vanuit de slaventijd, maar dat bestond er duizenden en duizenden en duizenden en duizenden jaren voordat Jezus Christus zelf geboren was. Dat is men noemt het animisme, een of ander Engelsman is dat animisme gaan noemen, eigenlijk een zeer negatief woord. En dat woord is gebleven alsof het een symbool moet zijn van de primitieve mens die op aarde kwam, nooit naar school gegaan is, geen universiteiten. Je wordt overdonderd door de natuur waarin je bent. En mensen hebben de geneigdheid om, als ze eenmaal geconfronteerd worden in een groep met grote problemen, dat ze bij elkaar komen om daar een oplossing voor te kunnen vinden. En die oplossing is logischerwijs gevonden dat alles wat er is en er gebeuren zoveel dingen, mensen worden ziek. En men heeft het gezien in de vorm van de bezieling van alles wat er is. Dat wil zeggen, het water heeft een ziel, de lucht heeft een ziel, het land heeft een ziel. En dat is de religie die er als eerste in de wereld geweest is. Dat de mensen leefden volgens de zaken in de natuur. Later hebben de Grieken en weet ik veel, de Romeinen, allerlei mensen overgenomen. U moet het niet vreemd vinden dat de religie bijvoorbeeld van de oude Javanen in Suriname geen enkel verschil vertoont met wat wij hier Winti noemen. Ja, kijk, het is de godsdienst, de religie van die tijd is meegenomen naar Suriname. Wij hebben het hier omgedoopt met Winti. Die Winti hebben ze niet meegenomen uit Afrika. Men vond dat men die religie in Suriname Winti moest noemen. In Haiti hebben ze het voodoo genoemd. En iedereen denkt aan die poppen en de naalden en noem maar op. Dat is het niet zozeer, want voodoo is gewoon een kruising tussen de Winti wat is meegenomen uit Afrika, het animisme zoals men dat later noemde, en het katholicisme. Het is niet anders dan dat. Op de Nederlandse Antillen praten we van Brua en Brugeria in de Spaans sprekende landen, Condom Blé in Brazilië. Dus overal zien we dat door de geschiedenis die religie is meegenomen en in de streken rondom het Caraïbisch gebied en Suriname en het vasteland ook van Zuid-Amerika en ook in Noord-Amerika, dat het overal een naam is gegeven. Maar de achtergrond is hetzelfde. De rituelen kunnen enigszins verschillen, omdat als er iets ergens in het oosten van de wereld er religieën zijn en er zijn rituelen en je haalt het weg en je gaat naar een andere plek, kan het voorkomen dat de verschijnselen dezelfde zijn, maar dat de rituelen, de wijze waarop men ermee omgaat, kan verschillen. U zal niet willen geloven, maar het is zo dat de Javanen in Suriname hetzelfde hebben meegenomen ook vanuit dat gebied en ook vanuit Indonesië. En het zijn de christenen geweest. Ik ben niet tegen christenen, want ik ben het zelf. Ik ben van Rooms-Katholieke huizen. Maar het is de christenen die, net als nu, of misschien hebben politieke partijen dat gezien van het ontstaan van de grote religieën in de wereld, dat je ziet dat bij de animisme en ook bij de Javanen dat hebben meegenomen naar Suriname. Maar in Indonesië werd dat al verboden door de christenen, want vroeger was bijna heel de wereld waren christenen. En vervolgens zijn er andere religieën gekomen. Vooral de christenen hebben dat onderdrukt, want dat is afgoderij, dat mocht niet. Vervolgens zien we dat de islam dat
ook gedaan heeft dat het helemaal niet mocht bij de Indonesiërs. Ze zijn naar Suriname gekomen en ze zijn islamiet. Maar in het privé-domein, ik ben zelf met een Javaanse getrouwd, dus ik weet hoe dat bij de Javanen toe gaat. In het privé-domein, zoals de Nederlanders de religie niet uit de slaven dit kunnen wegslaan, zo is het de islam eigenlijk ook niet gelukt om dat denken van de voorouderverering, om het uit de mensen te kunnen slaan. Want bij de islamieten is dat buitengewoon verboden, voorouderverering. En juist bij de wetenergie wordt dat buitengewoon op prijs gesteld. Wat wij noemen de jeeën tijdens het leven of de kra, en als het dood is, wordt dat de jorka met alle gevolgen van dien. Die tweedeling van de zielen van de mens is niet anders bij de Javaan, ook de Javaan die hier in Suriname woont. Verschil is dat de Javaan niet meer naar buiten gekomen is om dat een naam te geven. Ze doen de rituelen in huis, maar naar buiten toe stelt zij zich op als islamiet. Zo zie je ook bij de hele winterreligie, 9%, dat cijfers heb ik van de Universiteit van Tilburg, van de Universiteit van Suriname, Anton de Kom Universiteit, 9% van de bevolking behoort tot de Winti-religie. Ik noem het niet zozeer godsdienst, ik praat liever van een religie. Dat is ook een vorm van beleving van God. En sommige mensen zeggen, ja, het is mijn levensbeschouwing, mijn way of life, hoe of ik leef. Dat is voor mij buitengewoon belangrijk, want die richtlijnen, dat doen godsdiensten, dat doen de religieën. Namelijk een levensovertuiging meegeven aan mensen waarvan jij vindt dat dat de leidraad is om mijn leven zinvol te kunnen leiden. En al die religieën, of het is van de islam, of het is van de hindoe, of het is van de christenen, die weer verdeeld zijn in alle diverse vormen van christenen. En in Suriname, sinds Hoekendijk, zijn nog meer allerlei evangelische gemeentes gekomen. Een handje klappen, halleluja, prijs de Heer. Ik heb er geen oordeel daarover. Ik vind wel dat mensen zelf hun keuze maken voor religie. En die religie waar zij vinden dat dat hun een stukje leidraad, een richting geeft in het leven. Niet meer en niet minder. En laten we waarderen wat de ander zijn religie is. Maar welke religie het ook is, genezen van ziekte, leven en dood is van alle tijden. En mensen werden al ziek voordat er ooit een dokter geboren was. En mensen werden ziek en werden altijd in het verleden genezen door de kerk, door religieuze groeperingen. Het is altijd zo geweest en het is begonnen bij de hele primitieve mens. Wat mij enorm verbaasd heeft, is dat die primitieve mens die nooit scholing heeft gehad, fundamentele dingen deden voordat er ooit een Bijbel bestond. Voordat er ooit een Koran bestond. Hadden die mensen al ontdekt dat woorden invloed hebben. Ik ben gaan kijken, later zie je in de Bijbel wat duizenden jaren later gekomen is. Kijkt u maar, in het boek verwijs ik naar diverse versen uit de Bijbel, christelijke Bijbel, waarop gewezen wordt de invloed van woorden op mensen met betrekking tot ziek zijn en gezond blijven. Dat is niet alleen in die Bijbel, want van tevoren was het er al. Mijn conclusie is dat de christenen dat ook hebben overgenomen van wat wij noemen de primitieve mens. En later zeg ook in het proefschrift, ik durf niet meer te zeggen de primitieve mens, maar ik durf nu te zeggen dat zijn de voorwetenschappers die ons voor zijn gegaan in diverse ontwikkelingen. Als je kijkt ook naar de Koran, ik heb vanmiddag nog een indringend gesprek gehad met grote leiders van de Koran. Ook daar zeggen ze dat in onze religie, in de Koran, duidelijk wordt gezegd de invloed die woorden hebben op de mens. En vervolgens ben ik gaan kijken, wat doet een psychotherapeut, een psycholoog, een psychiater die mensen beter moet maken, dan zie je dat ook daar woorden zijn die invloed hebben op mensen. Want u weet wel, de grondlegger van praten met mensen, niet zomaar praten en beter maken,
komt van Sigmund Freud, waarvan in Europa Freud altijd wordt gezien en verbonden met seksualiteit. Er worden altijd allerlei tekeningen over seksualiteit gemaakt. Dat is niet de verdienste van Sigmund Freud. De verdienste is dat hij de eerste is geweest die als arts duidelijk heeft gemaakt dat je mensen ook beter kan maken door een therapeutisch gesprek, het gesprek. Het was iets makkelijk voor deze Sigmund Freud, want in een tijd waar al de geneeskunde op gang kwam, vond men het vreemd en het paste niet in het rijtje, want mensen maak je beter met een spuit en met pillen en die maak je niet beter met woorden. Dus heeft veel kritiek gehad. Doet me denken aan de vroegere tijd in Suriname, jaren geleden, dat als je naar de dokter gaat en hij spuit niet in je bil, dan was het geen goede dokter. De oude mensen kennen dat verschijnsel wel. Het moest altijd zo zijn. En praten, dat maakt je niet beter. Je zult merken dat het toch bijzonder anders ligt. Dus alle religieën zijn altijd bezig geweest. Daar is de Winti geen uitzondering in. Maar de Winti is ook niet de religie die mensen beter maakt met allerlei rituelen en woorden en met het gebed. Wat je ook doet bij al die religieën, zult u merken dat ze allemaal, of het christenen zijn of andersoortige geloofsgenoten, het gebed gaat altijd vooraf voordat de rituelen en de behandeling feitelijk ook begint. Dus in die zin staat de Winti-religie gelijkwaardig met alle andere religieën die er zijn. Toch kennen wij de Vervion en we kennen ook de manier waarop mensen met allerlei rituelen beter kunnen worden. Ik heb om even een voorbeeld te geven. Ik heb grote waardering ook uitgesproken over de Winti-religie. Omdat u zult weten dat het een geoorloofd iets is binnen de katholieke kerk waar ik toe bij behoor. Dat de paus toestemming geeft aan priesters om duiveluitdrijving te doen. In Italië vooral is dat buitengewoon gangbaar. Sterker nog, onlangs is er een documentaire in Nederland geweest, dat Italië op zoek is naar priesters om duiveluitdrijving te kunnen doen met patiënten die ziek zijn. En ik heb duidelijk gemaakt dat de katholieke kerk kan gaan leren bij de Winti-religie. Want duiveluitdrijving, vooral een vrouw die bezeten is, een vrouw die psychotisch is, een vrouw die schizofrenie heeft en diverse persoonlijkheden in haar heeft, niet weet wat de werkelijkheid van ons is en haar eigen werkelijkheid heeft, ook bij mannen, maar ik geef nu het voorbeeld van vrouwen, vind ik het mensonterend dat er corpulente mannen staan die een vrouw zo op de grond bespringen, tegenhouden, tegen de grond drukken, want de priester moet de duivel uitdrijven. Ik kan u zeggen, ik heb gezegd, men moet in de leer in Suriname, want daar wordt de Winti-pray, wat voor effect het ook heeft, daar gaat het niet om, maar de Winti-pray in Suriname, dat is toch stukken beter dan de duiveluitdrijving bij de katholieken, want daar ben je in gemeenschap met anderen. Je bent in gemeenschap van de familie, vrienden, waar de muziek, de tamboe noemen ze het op de Antillen, er is waar mensen in trance gaan, dat wil zeggen helemaal ontspannen en blijven dansen en samen met jouw familie probeert men die duivel uit jou te krijgen. Nou, liever dat dan het andere wat er bij duiveluitdrijving bij de katholieken gebeurt. Maar daarmee, ik geef liever een voorbeeld van de katholieken, omdat ik een katholiek misschien in hart en nieren ben en met een bepaalde vriend in Nederland, grotendeels van hem, 2 miljoen hebben verzameld om die kathedraal van binnen te restaureren. En 2,7 miljoen is gekomen vanuit Brussel, van het Europees Parlement. Maar ik geef liever een voorbeeld vanuit mijn geloof om u niet het gevoel te geven dat ik een ander geloof zou willen kwetsen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij hebben nu gekeken wat zijn de kenmerken van Vervion. Bij jonge kinderen, want dat onderscheid moet je maken,
veel bij jonge kinderen en veel bij volwassenen. Laat maar beginnen bij de volwassenen, want daar kan ik er kort in zijn. De meeste boeken die gaan over veel. En er zijn praktisch geen boeken die gaan over veel. Er zijn boeken over de Winti en op één bladzijde of een half bladzijde wordt er in dat boek wel iets over veel gezegd. Van die verwensingen en ruzie maken en noem maar op. En dat heeft effect, sapsayataki, de woorden hebben invloed. Dat klopt, maar ik zal u ook duidelijk maken wat een rol speelt. Bij de volwassenen zien we dat alles wat belemmerend is in het leven, overigens, als we ziekte in het Surinaams zeggen, in de winterreligie, ziekie, eigenlijk wel mooi bedacht, is ziekie niet alleen organische manier, een biologische manier van ziek zijn. Ziekie betekent ook namelijk alle levensomstandigheden waardoor mijn leven niet op een hele goede manier kan verlopen. Ook dat pech hebben in het leven, een ongeluk krijgen, dat allemaal noemen ze in de winterreligie ziekie. Ik wijs op het allereerste probleem dat bij volwassenen veel een soort containerbegrip is. Namelijk, alle problemen die volwassenen hebben in het leven worden vaak teruggebracht, als de dokter daar geen oplossing voor vindt, wordt het vaak teruggebracht naar veel en nakking. Het gevaar van die denkwijze is dat zware, en ik ben daar docent in geweest, dat vele gevallen bij volwassenen waar het gaat om psychopathologische verschijnselen of psychiatrische verschijnselen van schizofrenie, van psychose gedrag van mensen, waar ze niet meer de werkelijkheid zien die u ziet, maar hun eigen ziekelijke werkelijkheid hebben, dat wanneer ze naar de bonhomme gaan, daar moet u van weten dat er geen enkele oplossing daarvoor is. Iemand die leidt aan schizofrenie, iemand die psychotisch is geworden, die de werkelijkheid niet meer kan zien, dat is blijvend, dat is altijd. Ho, het is goed behandelbaar, maar het is niet beter te maken. Een gek kan niet meer normaal worden in de leer van de psychiatrie, maar die kan een goed leven leiden als die heel goed begeleid wordt door therapieën en door de medicijnen die worden gegeven om de psychose te onderdrukken. Dus in die gevallen van die situaties waar mensen te lang bij een bonhomme gaan en met allerlei wasie, kan ik u zeggen dat het decompenseert, namelijk de klacht kan erger worden. En men gaat te lang wachten om daadwerkelijk goede hulp te kunnen vinden. Bij psychiatrische problemen is het goed om tijdig daarin te kunnen grijpen. En daarnaast bij de volwassenen heb je natuurlijk ook veel klachten die te maken hebben met allerlei psychische problematieken die behandeld kunnen worden en waar je op een hele goede manier weer door het leven kan en dat is weer van je verdwenen. Overigens moet ik u zeggen, als ik de colleges begin met de jonge studenten die met de psychiatrie in contact moeten komen, is het allereerste wat de docenten leren aan de groep is dat iedereen die hier nou zit ook niet normaal is. Want het verschil in de wetenschap tussen het normaal en niet normaal is flinterdun. Normale mensen bestaan er niet. Mensen die abnormaal zijn, mensen die ziekelijk zijn, mensen die psychiatrisch zijn of mensen die niet normaal zijn. Alles wat een gek heeft, hebt u ook. Maar wanneer spreken we van de gek? Wanneer het bij die persoon te gek is. Kijk, als ik heb het zondag gedemonstreerd op een bijeenkomst. Als ik hier nu een college geef, want het lijkt het een beetje op. En ik zou de hele tijd aan mijn kont krabben en ik zou zo college geven. Dan zou iedereen zeggen van,
die man is niet goed, hij is verstoord. Maar aan je bilkrabben doet iedereen. Als ik, iedereen doet dit en iedereen doet even dat. Maar als ik zo zou doen en iedereen doet even dit en is weer weg. Maar als ik zo met u ga praten heel de avond, dames en heren, de manier waarop u noemt, dan zegt u, deze man is niet normaal. En dat is ook zo, dan is hij niet normaal. Dus u ziet dat alle verschijnselen van de mensen die wij gek noemen, dat hebt u ook. Het verschil is, het beheerst uw leven niet. U kunt normaal doorgaan in het leven en daarom zeggen wij dat u normaal bent. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is het eerste wat je aan de studenten uitlegt over normaal en abnormaal. Nu gaan we bij de kinderen. Bij de kinderen zegt men verwensingen. De woord zei je taki. Afro abbeere sap zei je taki. Dat klopt. Dat kunt u helemaal aannemen. Al die verwensingen die men in de winterreligie gebruikt om te zeggen dat in de verhouding tussen man en vrouw, ina ini osso fio fio, waar man en vrouw met kinderen leven, waar er zware woorden kunnen vallen, kinderen die al geboren zijn, maar ook bij de vrouw die in de zwangerschap is, hebben die woorden invloed op het gedrag van mensen. En hebben invloed op ziekteprocessen bij mensen. Maar wat is het geval, en ik hoop dat als u dat snapt, dan snapt u precies wat fio-fio is. De mensen die voor Jezus Christus nog dat gezegd hebben, die kenden het woordje stress niet. Maar die mensen waren slim, maar het woordje stress is gekomen rondom het jaar 1935. Maar het woordje stress is ook geen begrip wat voor mensen werd gebruikt. Wij hebben het zo uit de natuurkunde een keer gebruikt en heel de wereld zegt, stress is nat me man, noem maar op. En dat is buitengewoon gevaarlijk. Stress hebben wij genoemd als een verschijnsel waarvan wij op de een of andere manier geconfronteerd worden met hele moeilijke omstandigheden van buiten die invloed op ons hebben. En heeft invloed op wat wij noemen ons stresssysteem. Het woordje stress de man op de sabi. Maar wat de mensen van vroeger wel zeiden, no metrobi, no kos usrevi, no tak ala sotsani, want die dingen zijn uitingsvormen van stress. Dus het woordje stress kende men niet, maar de veroorzakingen van stress kende men wel. En daarom zei men ook van die verwensingen en noem maar op, die kunnen stress geven. Die kunnen fio-fio geven. Nu is het zo, en dat is onderzocht en het heeft tot hele merkwaardige gegevens geleid. Vrouwen die in de zwangerschap blootgesteld worden aan omstandigheden van buiten die stress veroorzaken, dus je kossing, je belediging, heeft gevolgen voor het kind wat opgegroeid is als foetus. Dat heeft de winterreligie al lang beschreven. Bij Fio-Fio wisten wij dat al. En men zegt, als het kind geboren is, kan het Fio-Fio hebben. En wat zijn die klachten? Bij kinderen zeggen we nogal veel huilbuien, het biologisch systeem wat wordt aangetast, dus eet slecht, drinkt slecht, poept niet zo goed, diarree, slaapproblemen, al dat soort van problemen, koorts wordt ook genoemd, al dit soort van problemen vallen onder de symptomen van fio-fio. En we hebben geleerd in Tekablau wat je was en je taki wordt. Daar komen we straks op terug. Maar dat zijn de kenmerken, zeggen we, bij jonge kinderen wat te maken heeft met fio-fio. Wat hebben wij op de universiteit gedaan? Wij hebben ons afgevraagd, hoe kan invloed van het stresssysteem van omstandigheden buiten ons zodanig invloed hebben dat het kind daaronder kan lijden?
De mensen van vroeger hadden dat soort van onderzoeken niet. Wij hebben die onderzoeken gedaan. En wat is ontdekt, is dat wanneer mensen in een stresssituatie verkeren, het kan ook cardio op jouw hart slaan, het is levensgevaarlijk, je kunt ook allerlei hartproblemen krijgen. Maar dat hebben we niet onderzocht, daar voor de cardioloog over. We hebben onderzocht hoe kan het zijn dat de baby wordt beïnvloed. Welke draad loopt er naar de baby toe? Zijn het de geesten die het brengen? Want veel zegt men in alle tijden, het zijn de goden en de geesten. En de bonumang die is als medium tussen de goden en de geesten. En via hem of haar komen de goden en de geesten. En je biggie pardon die asma, pardon. Om te zoeken naar heil en genezing van de patiënt. Dat is de gangbare methode. Wij hebben ontdekt, en dat noemen wij zeg maar de endocrine zaken. Endocrine, en neuro betekent gewoon, want het is een hele dure titel, woordbreuksyndroom. Woordbreuk heb ik ontleend van twee prominente Surinamers. Die denk ik een van de eerste boeken over Vivio geschreven hebben. De gebroeders Pellaerts. Misschien kunt u de boeken nog op internet vinden. Die het woordje woordbreuk hebben gebruikt, want ze zeggen. Take was one ma, see me. You fight it up. Tafi pay de. Asan zei doe me. Nooit worden we kai osso. En men zegt me, temi gona e osso baka feitje of 10 jaar. Mine actie pardon. Mine take de woord terug. Heeft dat consequenties? Dan kan ik weer naar Sigmin gaan, maar dan moet ik het weer terugnemen, want ik me het dwing, moet je smakeren. Als dan al give you feel. Eigenlijk is die term, en ik heb het al overgenomen, ik heb aan mijn collega's geadviseerd dat voortaan ook zo te zeggen. Fio fio krijg je niet. Je mikka fio fio. Fio fio je mikki. En je ziet die mensen van vroeger, die zeiden, afast van je liefde naar je schrift, dat je mikka fio fio, because ik tak sani, ik tak alles wat woord toe, dat je ne poeder moro, als dan nog jiman keer. Na eeuwen is dat onderzoek nu eindelijk verricht. Wat hebben wij gezien? Als mensen geconfronteerd worden met erge mate van stress, is er een soort automaat, om het maar niet moeilijk te maken, er zit een automaat in ons en die automaat zorgt dat we weer in balans komen als aan het zakken. Ah, je kunt weer verder. Maar wanneer die stress buitengewoon proportioneel is, en wanneer is het bijvoorbeeld buitengewoon proportioneel? Wanneer een vrouw in de zwangerschap op een buitengewone wijze blootgesteld wordt aan hoge mate van emotie, angst, stress, in de zwangerschap nota bene, heeft dat dusdanige gevolgen dat het systeem van het in evenwicht brengen van het immuunsysteem, om het moeilijk te noemen, of van het stresssysteem, dat ook dat systeem gaat falen. En wat er gebeurt is, in de hersenen, om het makkelijk te zeggen, de bijnierschors, om maar voor, de hypothalamus, om het maar zo te noemen, al die moeilijke neurodingen bij mensen, dat is het endocrine en het neuro, de hersenen, die een rol spelen, blijkt dat er een stof wordt afgescheiden, wat wij cortisol noemen. Dat is een stresshormoon. Vrouwen weten wat hormonen zijn. Elke maand weten ze dat. Maar er wordt een stresshormoon geproduceerd. En zo'n stresshormoon, als dusdanig mensen blootgesteld zijn aan die grote mate van angst en emotie, dat cortisol te veel wordt aangemaakt, op zich geen ramp, want u maakt dat ook dagelijks, maakt die cortisol in uw hersenen. Het herstelt zich weer, er is een soort terugslagklep, wat te veel is, wordt weer teruggeklapt en je hebt er geen last van. Maar wanneer de emotie dermate hoog is, dan een vrouw in de zwangerschap via de navelvenen of de navelstreng, komt er een te grote hoeveelheid cortisol in de baarmoeder van de moeder. En dat geeft exact één op één dezelfde klachten wat wij fjofjof noemen, wat de geesten en de goden bij ons veroorzaken. En het blijkt dat de lijn van zo'n foetus wordt veroorzaakt
door een grote mate van cortisol wat in de baarmoeder komt. Vervolgens gaan wij die klachten behandelen en gaan wasi doen en gaan blauwsel maken, allemaal mooi en aardig. Maar het is erger dan u denkt. Wat we gezien hebben met onderzoek, en ook in de Verenigde Staten is dat uitgekomen bij 9-11, heb ik zo wel over, is dat die VOVO-klachten geen eindklachten zijn, maar een voorbode voor nog latere, grotere problematieken in de ontwikkeling van het jonge kind. Ik noem er een paar. Ziekte begint dus niet als een kind geboren is. Ziekte begint al in een stadium waar er een foetus aanwezig is met het hele verhaal van cortisol wat ik u verteld heb. En het gevolg van is dat blijkt dat kinderen die zo geconfronteerd worden met VOVO voor 25% risico lopen dat het kinderen zijn die later geconfronteerd kunnen worden met wat we tegenwoordig noemen ADHD, heel bewegelijk, niet kunnen spelen met anderen, bijten, slaan, schoppen. Nou, een persoonlijkheid wordt ontwikkeld wat buitengewoon nadelig is voor de samenleving. Natuurlijk komen er ook oplossingen voor ADHD in een groot aantal gevallen, maar dat kan ook leiden tot grote verwarring en een ellende van jonge mensen in de samenleving. Bij meisjes is gevonden dat de kans op neerslachtigheid en depressie buitengewoon groot is. Bij jongens is gezien dat dat soort van klachten leiden later in de ontwikkeling tot grote mate van agressie en agressief gedrag. Dan kun je ook criminaliteit meteen daaraan gaan verbinden. Waardoor we zien dat criminaliteit niet iets is wat zomaar komt. Ergens gebeuren dingen in de ontwikkeling van reeds bij een foetus wat later grote problemen bij de mens kan gaan veroorzaken. We zien ook dat er in grote mate sociaal-emotionele problemen een grote rol gaan spelen bij dit soort van kinderen. Je ziet dat in het speciaal onderwijs meer aandacht aan gegeven zou moeten worden in een samenleving waar dat zo veelvuldig gebeurt, is de samenleving wat risico heeft. Ik kan u zeggen, Suriname, en ik ben Suriname, al heb ik een Nederlands paspoort, en al willen me zien als vreemdeling, ik voel me Suriname en dat is voor mij veel belangrijker dan of een staat mij ook als Suriname wil aanzien. Goed, dat is een PSA-wet wat een beetje dingen kan verzachten, maar dat is er niet helemaal, maar dat terzijde. Ik kan u zeggen dat Suriname risico loopt. Dat is een kleine samenleving. Ik noem twee systemen die grotendeels een groot probleem is in dit land. Het ene is, ik heb u al gezegd toen ik met Sigmund bezig was, het systeem van buitenman, buitenvrouw. Waaruit blijkt dat we zien dat Suriname hoog scoort op het gebied van eenoudergezinnen. Dat kriool met alle gevolgen van dien wat er allemaal tijdens zwangerschap met mensen gebeurd is. En die eenoudergezinnen heeft te maken met, ik ga er niet over of u 5 vrouwen wil hebben of 4 mannen. Daar ga ik niet over. Daar gaat u er zelf over. Overigens, voor de mensen die meerdere hebben, misschien een troost. 1 man hebben, 1 vrouw, is geen psychologisch iets. Het hoort bij de natuur van de mens. Het is de cultuur die afspraken maakt in een samenleving, voor de goede ordening van een samenleving. Het is een cultuurgegeven, geen natuurgegeven. Dus u bent niet gestoord als u meerdere vrouwen of meerdere mannen hebt. Het is een natuurgegeven van de mens. Maar het is 1-op-1 is een cultuurgegeven in een samenleving. De cultuur spreken we met elkaar af, 1 man, 1 vrouw. Dat geeft u geen brevet door te zeggen, het is door de natuur van de mens om legitimatie voor dat systeem te kunnen vinden.
dat systeem is risicovol voor vrouwen, vooral vrouwen die in de steek worden gelaten door de man in de zwangerschap. En dat zo'n vrouw in die zwangerschap zo op een hoge mate exposure blootgesteld wordt aan alle ellendige situaties. Van je komt niet heen door het leven, je wordt geïsoleerd, je weet bij God niet hoe of het moet. Je bent met de zwangerschap waar een man je verlaat. Het heeft niet alleen te maken met de domheid, zegt men, van die vrouw. Maar ik draai het om, het heeft veel te maken ook met de verantwoordelijkheid van de man. Die moet weten wat er gebeurt wanneer je zo'n vrouw in een kwetsbare situatie achterlaat. En wat u doet, moet u zelf weten. Het heeft gevolgen voor bepaalde zwangerschappen. Niet die zwangerschappen waar iemand 4 vrouwen heeft, maar zorg dat er 4 prinsessen voor hem zijn. Die gewoon in de wolken leven en alles op tijd hebben en in harmonie met elkaar samenleven. Overigens, meneer Salman heeft in een van zijn boeken de meest beste definitie gegeven om vuurvuur te voorkomen. Want vuurvuur neem ik als mensen in harmonie met elkaar leven. Dus dat systeem, maak u duidelijk, ik hoop dat de discussie daartoe ook zal leiden, is risicovol voor de kleine samenleving. Suriname, dat het zo 28% ligt. We komen eraan omdat men al die Creolen in het Caraïbisch gebied bekeken hebben. Ik heb ook gezegd, de universiteit is een faculteit nou nieuw gekomen. Ik hoop niet dat ze psychologie, al die dingen van de witte mensen alleen gaan leren, want het zijn belangrijke dingen die de witte mensen in de psychologie gebracht hebben. Mannen met baard, en dat zijn vooral mannen uit West-Europa psychologie te weinig van geleerd. Gelukkig is er één vrouw weer, een vrouw die dat gered heeft. Eén vrouw maar talrijke studies over diverse culturen gedaan heeft, waar de psychologie de Antillen is meegenomen. En Suriname heeft geen cijfers, maar men zegt, waarom zouden de Surinamers in Suriname dan een uitzondering zijn, die Creolen, dus te zeggen. En de cijfers van Nederland zijn 3% tegenover meer dan 30%. Bij de Antilliaanse en bij de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Dus het tweede grootste probleem wat een rol speelt in Suriname is tienerzwangerschappen. U moet ervan uitgaan dat 1 op de 4,5 zwangerschap, wat u ziet, om het statistisch uit te drukken, en als u wil overdrijven, gaan we naar 1 van de 4, is een tiener die in Suriname zwanger. Pro helft kwam aan 17% tienerzwangerschappen in Suriname. Na 2007 is er geen enkel onderzoek daarmee over geweest. Natuurlijk kunnen wij met de statistici kijken hoe de trend in het verleden is geweest. Ver boven de 20% tienerzwangerschappen wat dit land kent. En dat is buitengewoon hoog.